Je moet echt bereid zijn om alles te durven laten zien en om heel diep dus in jezelf te graven. Fietsersgebied. Ik heb mijn vader er doorheen geloodst hoor. Het is aan de enkel of ik een speech moet houden. Vandaag voelt echt een beetje als een mijlpaal. Hele goedemorgen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is 17 januari en dat betekent dat ik jarig ben. We gaan het er verder niet over hebben, maar het is wel een feit. Ik ga je vandaag een hele dag meenemen. En ik ga je vertellen wat ik de afgelopen maanden geheim heb gehouden. Ja, toevallig staat vandaag een afspraak gepland waar ik al echt een hele tijd naar uitzie. Want het zit dus zo. Ik heb straks een afspraak bij een uitgever, want ik ga een nieuw boekcontract tekenen. Ik ga een memoir schrijven. Dus een heel persoonlijk verhaal over een periode in mijn leven waarin iemand ook een rol speelde. Ik ben er dus al maanden mee bezig, want het is wel echt wel een heftig schrijfproces. Maar ik zie er zo naar uit en ik vind het zo ontzettend leuk. Nou, en om even te vertellen hoe dat allemaal dan is ontstaan, zal ik je even mee terugnemen naar vorige zomer. Toen schreef ik een serie voor tijdschrift Viva over mijn liefdesleven. Nou jongens, dit is dus het nummer. Dit is mijn verhaal op de koffer. Op een oude fiets. Ik ben heel trots op ons en we komen allebei in hetzelfde nummer. Ik met mijn naakte lichaam, jij met een heel mooi open stuk over daten met oudere mannen. En toen merkte ik al van, er zijn bepaalde thema's waar ik nog niet klaar mee ben. Hier zit gewoon meer in en het kreeg ook nog een vervolg erna. Ik dacht, ik moet daar gewoon meer mee doen. Zo ontstond dus het idee voor een nieuw boek. En toen dat idee er was, toen heb ik mijn redactrice benaderd van mijn laatste boek wat ik schreef. Dat was een autobiografische roman, In dien plaats beschikbaar. Ik heb zoveel van haar geleerd, dus ik was heel benieuwd wat zij van dit idee vond. Ze werkte inmiddels voor een andere uitgeverij en ze nodigde me uit op gesprek. Dus daar ben ik toen in september geweest in Amsterdam bij Single Uitgeverijen. Dat is een samenwerkingsverband tussen verschillende uitgeverijen. Ja, toen hebben we daar heel goed over gepraat. Een paar uur later, supergoed gesprek gehad. Heel interessant. Ik heb allemaal ideeën en gebrainstormd over hoe we het kunnen gaan doen. En het is allemaal nog niet zeker. Ik moet nu alles op in laten werken en uit gaan werken. En dan kijken welke kant het op gaat. Ik denk dat het echt wel iets heel gaafs kan gaan worden. Als alles mooi samenvalt. Ik heb allemaal boeken meegekregen. En ik moet gewoon echt heel goed gaan nadenken. En gewoon gaan beginnen en dan gewoon kijken. Kijken wat terecht gaat komen. Er was dus een idee en er was dus interesse. Maar ik had nog helemaal niks op papier. Dus daarna begon het schrijven. En nou, dat was dus echt wel even omschakelen. Want ik zit heel erg in die journalistiek. Maar voor deze toon wil je juist vooral een sfeer oproepen. Show, don't tell. En dat was echt even vet schakelen. Ik heb zoveel moeite met dat journalistieke loslaten. Ja, dat zit helemaal in je gebakken inmiddels. Zo anders schrijven. Ja. Wat anders een soort no-go gebied was. Of hier gaan we niet verder, hier staat een hek. Ja. Dan moet je nu telkens overheen klauteren. Ja. En ik merk op het moment dat ik er dus helemaal goed in zit. Dan moet je weer. Dan moet ik weer aan mijn gewone werk. Dus ja. Schakelen, daar heb ik zoveel last van deze weken. Ja, ik ben gewoon een beetje dat down. Merk ik. Ja. Wat ik zei, ik voel me wat meer timide laatste Ja, dat komt omdat het je onzeker maakt. Ja, ik voel me onzeker. Omdat je van je... Als je routine die gegroeid is over het lopen, word je nu ineens elke keer uitgehaald, maar je moet ook telkens terug. Ja, maar jij vindt het wel het idee van je. Nee, het idee vind ik gewoon zeer de moeite waard. Om te exploreren, om uit te volgen. Ja, als eenmaal die eerste hoofdstukken er zijn en je vindt dat uit, dan ga je daar wel een cadans in vinden. Dan gaat het wel groeien. Ik denk het ook wel. Ja. Het is vandaag 5 oktober 2018 en ik ben even aan het lopen in het Zuid-Beilandse Bos. Ik heb heel de week aan het boek gewerkt en het gaat echt goed. In de zin dat ik gewoon voel dat ik gewoon op weg ben. En die eerste hobbel was wel echt lastig, maar toen ik eenmaal begon, toen ging het goed. En dan merk je gedurende het schrijven dat je steeds meer associaties krijgt en steeds meer dat je denkt, dit is iets wat ik uit kan gaan werken. Ja, ik geniet er wel echt van, dat zeker. Maar wat ik ook wel merk is dat ik wat introverter word. En dat het wel wat met mijn gemoedstoestand doet. Ze zei het al tijdens het gesprek, de redactrice, van je moet echt bereid zijn om alles te durven laten zien en om heel diep dus in jezelf te graven. En dat ben ik nu al pas net mee begonnen, maar er komen al dingen naar boven. Het is toch ook wel goed om soms wel je pijnpunt op te zoeken en om daar iets mee te doen, denk ik.
Maar let even niet op hoe ik eruit zie. Hey, jongens, nou het is een hele speciale dag vandaag. Want ik heb vanochtend, ik had geen tijd meer om te filmen, mijn eerste hoofdstuk van het boek ingeleverd. Het is heel spannend. Ik weet niet wat ze gaat zeggen. Ik hoop dat ze het leuk vindt. Als ze het niet leuk vindt, dan laat ik het je ook weten. Althans leuk. Het moet passen. Past het genoeg bij de uitgeverij? Dat moeten we nog maar afwachten. Dus ik laat het je weten. Zij heeft het toen doorgestuurd naar verschillende uitgeverijen die vallen onder single uitgeverijen. Van nou, waar past dit idee het beste? En ik had echt geen voorkeur, want het zijn stuk voor stuk gewoon hele goede uitgeverijen. En toen bleek dus dat dit heel goed past bij uitgeverij Volt, voorheen uitgeverij Q. En in december ben ik daar geweest voor een gesprek met de uitgever en dat ging heel goed. Nou jongens, ik heb echt zo'n ontzettend leuke afspraak gehad. Echt zo ontzettend blij. Ik heb er zoveel zin in om dit te gaan doen. Het wordt een heel erg lang project wel. Heel intensief, maar ik ben er aan toe. Nou, en toen hebben we dus deze afspraak gemaakt. En door de december drukte duurde het wel eventjes, maar het is ook helemaal niet erg. Maar vandaag is dus de officiële dag en ga ik het boekcontract tekenen. Ik heb dus eerder 4 boeken geschreven op jonge leeftijd. Van mijn 19e tot mijn 24e, 4 boeken. Daarna was ik er ook echt even klaar mee, want dat vraagt zoveel van je. Dus ik ben toen veel meer journalistieke dingen gaan doen en dus mijn filmpjes gaan doen. Maar nu, zeker voor dit idee, voel ik zo de behoefte om te gaan schrijven en jullie daarin mee te nemen. Komende maanden wordt het dus ontzettend druk. En dat betekent dus helaas wel dat ik wat minder ga doen met YouTube. Ik ontkom er niet aan. Ik heb al eerder geprobeerd de pauze in te lassen eind vorig jaar. En toen ben ik toch weer meer gaan filmen. Maar ik werk me helemaal over de kop nu momenteel. Dus het kan gewoon niet. Maar komende weken zal ik er waarschijnlijk week om week nog zijn. Dus een beetje rustig afbouwen. En daarna ga ik denk ik 2 maanden helemaal offline. Zodat ik me echt op dit boek kan richten. Tussendoor kan je me natuurlijk volgen op Instagram. Daar houd ik je al een beetje op de hoogte. Maar alles staat de komende maanden in het teken van het boek. Ik hoop echt dat je het mooi gaat vinden. Ik denk dat als je mij al langer volgt, als je me kent en als je mijn filmpjes en de onderwerpen interessant vindt, dan denk ik dat je dit boek heel graag wil lezen. Ja, het wordt eigenlijk nog persoonlijker dan mijn filmpjes, omdat ik je echt mee kan nemen in mijn wereld, in mijn denken, in mijn gevoel. Goed, dat is het plan. Dus ik ga straks naar Amsterdam. Mijn vader die gaat mee, want hij is natuurlijk vrij. En daarna ga ik met mijn vader nog eventjes Amsterdam in. Daarna heb ik een nieuwjaarsreceptie van NRC Media. Ook heel erg leuk. En daarna heb ik nog afgesproken met iemand, maar dat film ik niet. Het wordt lekker druk, maar ik ben ontzettend blij. Ja, oké. We zitten in de auto en de eerste file begint nu. Onvermijdelijk. Nee, is het onvermijdelijk? Het is gewoon 11:45. Dat is wel een raar tijdstip voor mij. Ja. Toch een beetje, of niet? Ja. Het is echt eeuwen geleden dat we naast elkaar in de auto zaten. Ja, je hebt met mij meegereden. Dat is zo lang geleden. Sinds hoe lang geleden heb jij een rijbewijs gehad? 2014. Toch had ik eigenlijk in Amsterdam moeten gaan wonen, hè? Ja, een stuk makkelijker geweest. Als ik daar aan denk, hoe vaak ik daar dan ook... Ja, dat je daar moest zijn. Amsterdam, Hilversum, hou op. Jij ook trouwens gefeliciteerd met mij? Oh ja, dat is waar. Ja, gefeliciteerd met je verjaardag. Weet je het nog hoe het was? Wat gebeurde er rond dit tijdstip precies 32 jaar geleden? Ging mama jou het ziekenhuis halen. Wat allemaal. Even de trauma's omhoog halen nu. Als je de Nederlandse bank dat stuk reed, had ik niet gezien dat je daar gewoon mocht rijden. Het ziet er zo uit als voetgangersgebied of fietsersgebied. Ik heb mijn vader er doorheen geloodst hoor. We hebben een spannende rit gehad en een beetje een detour, want de TomTom deed het niet in deze oude auto. Ja, ik snap het nog steeds niet. Auto. We moeten nu dus lopen naar de uitgever. We dwalen door de Amsterdamse binnenstad. We vinden een plekje om te parkeren op een gracht. En waar staan we dan? Naast de uitgeverij. Oh, het is echt om de hoek. Echt. Om de hoek. En dat... 1 minuut lopen. Ja, dat is toch een grote gelijk. Kijk, en daar is het Rijksmuseum. Ja, inderdaad. Zie je het? Oh, leuk man.
Het zou in één keer of ik een speech moet houden. Ik ben hier bij de uitgeverij, Bart Hesselt. Ja, je bent uitgever van Vond. Klopt. Wat voor boeken? Wil je daar misschien iets over het fonds vertellen? Over het fonds? Aan de fictiekant doen we voornamelijk thrillers. Met een paar uitstapjes naar andere dingen. En verder doen we veel non-fictie. Waarom wil jou tekenen? En we hebben sinds een tijdje ook kinderboeken erbij. Volt is een vrij nieuwe naam, toch? Het was eerst Q? Ja, het was eerst Q. Dat heeft ongeveer 10, 11 jaar bestaan, die naam. Maar sinds we in de kinderboeken zijn en dat Querido ook kinderboeken doet, en dat misschien wordt verwarrend. Dus we gaan de naam eens veranderen. Okay. Dus Volt. Oh, mooi. Ik vind echt heel blij hiermee. Ja, nee, we zijn blij dat jij bij ons komt tekenen. Ja, want je weet wat je wil schrijven. Ja, precies. Ja. Ja, je hebt echt een heel duidelijk plan ingeleverd. Dus dat is echt mooi om te zien. Nou, het is dus net gebeurd. Oh, je thee is al erop. Op. Hoe vond je het om erbij te zijn? Leuk. Ja, wat leuk. Ja, dat is leuk. Toch wel echt even een momentje. Ja. Het contract ondertekenen. En dan al zo het jaar te beginnen. Ik ben zo blij. Dat is zeker een leuk begin van het jaar. Ja, absoluut. Ik vind het ook zo gek om nou met jou in Amsterdam te zijn. Omdat ik hier natuurlijk zo'n ander leven ben. Ja. Ja, het is eerst dan hier, volgens mij tijden. Nou, vroeger kwamen we hier samen wel. Ja, de volgende ronde werd bezorgd. Maar voor mijn verjaardag kreeg ik dus nog een cadeautje. Wat ik nog open moet maken. Moet ik de camera maar ga ik nu eens even doen, ja. Oh, wauw. Heerlijk gewoon, jongens. Ja, reken maar dat het lekker oh, is. Oh, nou bedankt. Dankjewel, Bart. Ja, die gaat er waarschijnlijk vanavond nog helemaal over. Het is 4:15 en we zijn even terug bij de auto om mijn chocola, bedankt, even neer te leggen. Ga ik dus nu naar het centrum en dan met de pont naar het Tolhuis. Daar is dan dus de nieuwjaarsreceptie van NRC Media. Vandaag voelt echt een beetje als een mijlpaal, moet ik zeggen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je een klik hebt met mensen als je als je een boek gaat schrijven, zo'n project aangaat, dat je elkaar een beetje aanvoelt en ja, dat je er ook vertrouwen in hebt en het voelt gewoon zo goed. En ik ben er ook gewoon echt aan toe, merk ik. Ik ben toe aan dit boek. Ik moest er ook naartoe groeien en ik moest er ook naartoe groeien om weer een boek te gaan schrijven. Het wil er gewoon uit. Dit verhaal wil er gewoon uit. En als je dan merkt dat andere mensen ook enthousiast zijn en dat ze ook goede ideeën hebben en ja, dan is dat zo, komen dingen zo mooi samen en dat maakt me zo gelukkig. Echt, ik voel me zo happy. Dus. I might be guessing.